Marco, wat is jouw lievelingsgetal? Vraagt Celine. En die van jou is 11, Celine. Mijn lievelingsgetal is 22. Ja, waarom? Ja, dat vraag ik, je vraagt nu af waarom. Dat heeft te maken, ik ben op de 22e getrouwd. Ik had de kamer 22. Ik ben ooit naar het casino geweest. Daar heb ik dagen meegemaakt dat ik helemaal niets gewonnen had, maar ook helemaal niets. Ik ben één keer in het casino geweest en toen had ik wel gewonnen. Echt maar één keer, kun je je voorstellen. Maar goed, ik ben dan weer gelukkig in de liefde, dus dat compenseert weer. En die ene keer dat ik won, had ik een visie gezet op 22. Dus volgens mij reden genoeg.